Nou, een prachtige ruimte, nog vrij nieuw. Heeft iemand enig idee waarom we hier zitten? Waarom hebben we voor de Intratuin gekozen? Roep maar. Samenwerking. Samenwerking, ja, zeker. Ja, dus, Intratuin is ontzettend een fijne samenwerkingspartner. Roep maar, nog meer. Mooie ruimte, zeker. En waarom we blij zijn met de samenwerking met de Intratuin is dat... sowieso dat er heel veel ruimte is voor mooie samenwerkingsprojecten, dus tussen inwoners en bedrijfsleven. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi als je elkaar kan ontmoeten. We hebben al heel wat mooie projecten gedaan. De regenton voor de mensen die in IJsselstein wonen, de regentonactie, Zedem. We hebben net vorige week hadden we struik 3. En die was binnen een week, waren alle struiken, 100 struiken er al doorheen. Dus dat was ook een geweldige actie. Maar waarom we voor Intratuin gekozen hebben om samen te werken ook, is omdat we hoorden dat zij de eerste tuincentrum zijn, landelijk, die alle round-up uit de schappen hebben gedaan, ook al was het toen volgens mij nog niet verboden. Kijk het even, jongens, daar, toch? Het is nog steeds niet verboden. Het is nog steeds niet verboden en toch heeft round-up hier al een paar jaar niet meer in de schappen. Vorig jaar met plant erin. Werd er gekozen voor inheemse planten. Die zijn ook speciaal voor ons project ingekocht. En de planten waren allemaal met duurzame, gifvrije labels. En dat wij vinden dat fantastisch dat daar zo goed in meegedacht wordt. Nou, ik ben de fruitstruiken, de stekplantjes zijn biologisch. Dus dat is allemaal hartstikke mooi. En naast ons dat wij dat ook gaan kopen, zeg maar. Dat wij in ieder geval ook overstappen op die nieuwe beweging. Dus dank voor de Intratuin, voor de mensen daar die daar achterin zitten, voor dat we hier mogen zijn. Klimaat natuurlijk IJsselstein, gewoon knaaien, dat is het makkelijkst. We zijn met een groep enthousiaste inwoners. En wij verwonderen ons ook tijdens de mooie groenprojecten die we doen. En dat zie je eigenlijk alleen al linksboven, die blijf ik leuk vinden, de kerstboom. Dat heeft de Intratuin ook speciaal voor ons ingekocht. We gingen kerstbomen herplanten. Ja, toen bleek dat dat allemaal afgechopte stompjes waren. Allemaal kinderen huilend die hun kerstboom Danny hadden genoemd. Hartstikke sneu. En de Intratuin zegt van nou weet je wat. Wij hebben voor jullie duurzame herplantbare kerstbomen ingekocht. En nou moet je zien wat een prachtig wortelstelsel linksbovenin. En de zedum. Het leuke is dat voor degenen die binnenkort naar de film onder het maaiveld gaan, zullen we straks ook nog wel wat trailers van zien, die hebben ook een ontzettend mooi project met de zedum en ook het bodemleven wat op de bushokjes in Utrecht zijn. Nou, geweldig, dus in dat opzicht één grote verwondering. Nog meer projecten bij KNAI, de Bioblitz. Die is ook heel bijzonder. Daar zijn, gelukkig heb ik de getallen van de recente getallen. Er zijn hier in IJsselstein, alleen al bij de fruitbomen, zijn 1032 verschillende soorten waargenomen aan plantjes, beestjes, paddenstoelen, bosjes, alles wat kruipt en groeit. Door 68 waarnemers. Nou, dat is één brok verwondering wat er allemaal gevonden wordt. En links de stoepplantjesonderzoek, was ook hartstikke leuk afgelopen jaar. Ze werden gewoon alle stoepplantjes werden onderzocht, die worden ook ingevoerd voor een officieel wetenschappelijk onderzoek. Dus dat is gewoon hartstikke mooi. Ja, één brok verwondering voor jong en oud. Nou, het laatste van KNAI, dan gaan we over naar de echte lezing. Dit vind ik ook heel mooi, de krokusharten. Want ik denk dat er inmiddels voor zo 15.000 euro aan krokusbolletjes in IJsselstein in de grond zijn. Prachtige krokusharten, elk jaar weer nieuwe. En dat is boven de grond leuk voor de mensen. Dat geeft verbinding voor de mensen. Maar het leuke is, we komen ook van alles tegen onder de grond. Dus daar maken we ook een verbinding mee. We komen van alles tegen onder de grond. We komen wormen tegen, leuke bodemdiertjes. Maar ook krokusharten met waar vooral stenen en puin tevoorschijn komen. En zo zien we al een heel groot verschil in bodemleven waar we in de openbare ruimte terechtkomen. En we hebben ook meteen de dieren te pakken, want deze is van een maandje geleden, kregen we een foto doorgestuurd. Ja, eerste krokushaartjes die open gaan en nou, prachtig. Ik weet niet, is Gerry Ouwe daar al? Zeg die met? Nee, is die er nog niet? Ik denk er zal vast een hommelkenner tussen zitten die weet wat een hommel het is. Ik weet het niet. Maar...
Oké. En dat is dus wat we binnen IJsselstein doen. Maar we werken dus ook samen met Monique, die biologisch boerin is. Dus ik geef jou heel graag het woord, wat jouw ervaring is met de verwondering bij de bodem. Ja, even heel kort. De Beekhoeve is een biologisch melkvee. Ben goed te horen? Ja. Een biologisch melkveebedrijf in Kamerik. Dat doen wij samen met ons gezin. Hier zien we mijn dochter en mijn man. Mijn dochter zit al bij ons in maatschap. En we hebben nog 3 andere kinderen. De tweede dochter die doet feestjes en mooi op het hooi diners in het weiland organiseren. En dan hebben we nog 2 wat jongere kinderen, 15 en 12. Nou, onze doel van het bedrijf is samenwerken met de natuur en betekenisvol voor mensen zijn. En samen met werken met de natuur, daar zullen we vanavond alles over horen. Betekenisvol voor mensen zijn, dat doen we op allerlei manieren. We hebben vergaderruimte, we hebben een winkel waar allerlei gesprekken plaatsvinden. Je kunt bij ons een wandelroute volgen enzovoort. Ja, daarachter staat nog een bord en er liggen kaartjes, mochten jullie geïnteresseerd zijn. Op dat bord staat wat we allemaal doen. Heel veelzijdig biologisch bedrijf. En nou, dan gaan we naar de avond. Want wat mij betreft begint alles bij de bodem. En dan gaan we naar de volgende dia. Wij willen jullie heel graag meenemen de bodem in. En gelukkig doen wij dat niet alleen. Gelukkig zien we dat op steeds meer plekken. Dat we de bodem als een belangrijk onderdeel in het leven wordt gezien. Nou, we gaan een kijkje nemen in de bodem. De grond onder onze voeten. In 1 theelepel gezonde grond zit meer leven als dat er mensen op aarde zijn. Nou, die gebruik ik al heel lang, want dat vind ik zo ontzettend boeiend. En daar hebben we nooit bij stilgestaan. Ik heb zelfs een agrarische opleiding gehad. En op die opleiding kwam dat gewoon niet voorbij. Later deed ik een cursus, bodemweven. En toen vielen voor mij alle kwartjes op zijn plek. Ik wil jullie eerst meenemen naar grond. Hoe kun je nou zien dat grond gezonde grond is? Je ziet hier 3 stukjes grond. De meest aan die kant, zeg maar, is een mooie kruimelstructuur. Aan die kruimelstructuur kun je zien dat er genoeg organische stof in de bodem zit. Maar het mooie is, van die kruimelstructuur kun je ook zien dat er heel veel bodemleven in zit. Want als je een worm pakt of een ander, of bacteriën pakt, die staan slijmstoffen af. Ben ik goed te horen, ja? En die plakken die deeltjes aan elkaar. Het insecten en bodemleven maken de bodem luchtig. Waardoor die kruimelstructuur er ook is. En door die kruimelstructuur kan er dus heel veel lucht en heel veel water in die bodem. En werkt die bodem als een hele mooie spons. Dus als het dan regent, dan gaat alle regen lekker de grond in en wordt het ook behouden, zeg maar, voor de periodes dat het wat droger is. Als je naar het middelste stukje gaat, dus als je nou morgen in de tuin kijkt, dan kun je even kijken. Nou, hier zie je wat afgeronde blokjes. Is ook een goede bodem. Hij is mooi donker, dat betekent ook organische stof. Maar is minder mooi kruimelig als die andere. En dan heb je het meest rechtse stukje grond. Die is wat hoekiger. En dan geeft het ook aan dat die grond wat compacter is. Die is wat ingedrukt. Daar kan het water minder makkelijk in. Bodemleven en wortels hebben daar moeite mee om daar doorheen te komen. Er zitten ook vaak wat dichte lagen in die grond. En dan zie je ook dat die hoekjes gewoon wat scherper zijn. Even een begin. Nou, dit was even een basis over de grond. Maar hier zien we dus eventjes allemaal wat er onder die grond leeft aan bodemleven. Natuurlijk, grond is belangrijk dat het een bepaalde structuur heeft. Dat er een bepaalde hoeveelheid organische stof in zit. En het is ook van belang natuurlijk wat voor soort grond het is. Is het klei, is het veen, net als bij ons op de boerderij, of is het zand? En
dan zie je dat er dus tussen al die bodemdeeltjes dus ook bodemleven zit. En het leuke is dat dat allemaal samenwerkt. Dus ene bodemleven eet organische stof op, wat bovenop de grond ligt, of een dood blaadje, of een dode pissebed. De anderen gaan daar weer mee aan de gang, die breken dat weer af, of die eten de andere bodemleven weer op. Zo wordt alles eigenlijk verbonden. Het is één groot levend web onder de grond. Het is ook wel boeiend dat als je een goede grond hebt, dan zitten er eigenlijk qua hoeveelheid of levend materiaal meer koeien onder de grond als dat er boven de grond staan. Dus dat is ook heel bijzonder. Organisch materiaal is ook voeding voor het bodemleven. Dus alles wat je op de grond komt, dat gaat in de grond. En dat is heel belangrijk. Ook heel bijzonder is dat de bodem samen met het bodemleven ook een zelfreinigend organisme is. Oftewel, gifstoffen worden afgebroken. Dode materialen worden afgebroken. Maar ook vervelende stoffen worden gefilterd door de bodem. En op die manier is het gewoon dus super belangrijk dat alles wat bij mensen ook of uit de lucht komt of wat ook, dat de bodem dat kan herstellen. Wat in een laboratorium veel minder makkelijk gebeurt. Je ziet nu zelfs laboratoria ontstaan waar ze op de bodemmanier gifstoffen afbreken. En dan verder zijn er allerlei micro-organismen die zelfs antibiotica kunnen maken. Nou, daar hebben we waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Maar de meeste antibiotica die wij hebben, die komen eigenlijk uit de bodem en van het micro-organisme leven in de bodem. Nou, pakken we even twee groepen die er in de bodem leven. Bijvoorbeeld de schimmels. Ik denk dat een aantal mensen van jullie echt wel gehoord hebben dat die allerlei netwerken onder de grond maken, schimmels. Dat zie je hier ook. En nog mooier is dat die netwerken alle planten eigenlijk met elkaar verbinden. Een soort wood wide web, net als een internet. En op die manier communiceren bomen ook met elkaar, of planten. Zo is het dat bijvoorbeeld, als je een bos hebt en daar staan jonge boompjes onder, ja, die krijgen natuurlijk geen licht genoeg. Wat er gebeurt is dat de grote bomen door middel van de schimmeldraden het voedsel naar die kleine boompjes toe brengen. Om te zorgen dat die kleine boompjes in leven blijven. Een ander iets is dat bijvoorbeeld als de ene boom aangevallen wordt door een of ander plaaginsect, die boom een seintje kan geven via de schimmeldraden naar de andere bomen, zodat de andere bomen zich kunnen voorbereiden op zo'n plaaginsect. En dan doet zo'n boom zeg maar een stofje in het sap of in het blad. En dan blijven die insecten weg of nou ja, ze vinden het niet zo lekker dat blad, dus dan gaan ze toch weer verder. Via de schimmeldraden wordt er ook heel veel koolstof, CO2 vastgelegd, ook heel belangrijk in deze tijd. En schimmels zijn ook heel belangrijk om de houtige delen af te breken. Dus je hebt gras waar houtige delen in zitten, maar ook takken, bladeren. En die worden door de schimmels allemaal afgebroken. Nou, even op de bacteriën inzoomen. De bekendste is wortelknolletjesbacteriën. Die leggen stikstof vast uit de lucht. En die wordt zo in de bodem gebracht. Ook in deze tijd best belangrijk. Bacteriën doen veel organische stof afbreken en leggen natuurlijk ook koolstof vast. Die schimmels en bacteriën in zichzelf en alle organismen bevatten natuurlijk ook gewoon een organische stof, maar ook water. Dus al die organismen brengen ook water, lucht en koolstof in de bodem. Mag ik één korte aanvulling doen? Ja, zeker. Wat ik zo leuk vind is dat in het bos heb je bijvoorbeeld naaldbomen, noem maar even dennenbomen, en bijvoorbeeld berken, beuken. En wat ik er leuk aan vind is dat die dus ook elkaar onderling helpen. Ik dacht dat dat is misschien concurrentie of zo, hè, vanuit mijn oude gedachtegang. Maar nee, in de zomer dan hebben dus de loofbomen blaadjes en dan nemen die eigenlijk veel meer ruimte in qua licht dan de naaldbomen.
En eigenlijk zijn die naaldbomen dan vaak wat kleiner en die krijgen dan eigenlijk niet zoveel licht. En het leuke is dat die dan uiteindelijk via die loofbomen toch hulp krijgen. Maar in de winter is het dus andersom. Dan hebben dus de loofbomen geen bladeren meer en dan krijgen dus de naaldbomen meer ruimte, letterlijk, en meer licht. En dan gaan ze dus andersom de ander weer helpen. En dan denk ik van wauw, wat gaaf, dit is ook soorten onderling. Elkaar gewoon helpen. Dus het is gewoon een win-win. Ja, geweldig. Hoe de natuur dat bedenkt. Ja. Super geweldig. We gaan nu naar een filmpje. Dan gaan we even kijken naar een iets groter bodemorganisme. Dat is de springstaart. En die is voornamelijk een beetje bezig in alles wat wij boven op de bodem leggen. Want heel belangrijk voor de bodem is, als jullie een tuin hebben, dat je de bodem bedekt houdt. Ik zeg ook wel eens, het is de huid van de aarde. Als wij zelf nu met deze sneeuw zeg maar buiten lopen, dan zeggen we ook, nou kom op met die jas, die hè. Dus, en dat, zo moet je eigenlijk de bodem ook zien. Hou hem bedekt met organische stof, met plantenresten, of met mest. En dan zie je, of ja, dode insecten, dan zie je wat er in dit filmpje gebeurt, wat bijvoorbeeld de springstaart daarmee doet. Hier zie je ook al eventjes dat er heel veel soorten organismen zijn. Dat is het springstaartje. Dat is het springstaartje, ja. Ja, die worm die vind ik zo geweldig leuk. Toen ik ooit op het VWO zat en biologie mijn pakket had, toen had ik een hele leuke biologiedocenten. En toen ging het over de evolutieleer. En welk dier meer geëvolueerd was dan het andere dier. En eigenlijk vond ik juist dieren die wat minder geëvolueerd waren, die vond ik eigenlijk veel boeiender. En dat ging erover dus hoe geëvolueerd bijvoorbeeld een regenworm is ten opzichte van een mens. En dat blijkt dus dat een regenworm tweeslachtig is. Hoe doet hij dat? Even kijken of het lukt zonder microfoon. Ze gaan dus gewoon zo op elkaar liggen, zeg maar, tegen de draad. En dus de mannelijke zaadcellen van de een, die wordt naar de ander gebracht. En ook andersom, de ander heeft dus ook mannelijke zaadcellen en die brengt die gewoon weer naar de eicellen van de ander. Dus zo bevruchten ze elkaar. En dat zou dan evolutionair minder ver zijn. En ik dacht van wauw, dat is toch ontzettend bijzonder als je dat kan. Dat kan dus de regenworm. Maar wat zou die nog meer kunnen? Dat kan mijn verwondering zijn, maar wat heeft die regenworm voor functie? Bij iedereen zal nog wel zo'n regenworm in de grond hebben gezien. En de een zal denken gatsie en de ander zal denken, oh handig dat die in de grond is. Wat doet een regenworm? Iets harder? Lucht in de grond hoor ik hier. Grond losmaken, zo. Doet zo. Voordat die steeds rondkruipt en de grond omhoog geweest, dan maakt hij inderdaad lucht in. Oké, dus doordat hij, ik haal even voor achterin, doordat hij rondkruipt en alle kanten op, dan maakt hij lucht in de grond. Ja, oké. Okay. Verder, wat nog meer? Mest? Wat is er met de mest? Vruchtbaar. Maakt mest, vruchtbare mest voor de aarde. Oké, okay. Nog meer? Ja. Dat trekt door plaatjes vanaf de bodem de aarde. Ja, en dan? Wat heeft dat voor functie? Meer luchtgaten in de bodem. Omdat die dode blaadjes naar beneden trekt, komen er meer luchtgaten in de grond? Oké, okay. Dat is de functie van de blaadjes. Oké, okay. Ja, nee. Er is geen goede fout, stel maar. Ja, wat hij inderdaad doet, dat is op de tekening te zien. Hij trekt dode blaadjes naar beneden, dat klopt. En wat hij daarmee doet, is dat hij daarmee dus de voedingsstoffen van boven de grond intrekt naar beneden toe. En daardoor komt er steeds meer compost en steeds meer voedingsstoffen in de grond. En wordt de grond ook steeds gezonder. Dus dat klopt, dat doet hij inderdaad. En er zijn verschillende soorten wormen. Er zijn dus wormen, regenwormen, zeg maar een beetje de standaard regenworm die we het meest zien. Die maakt verticale gangen. Die gaat van boven naar beneden. Ja, en er zijn andere regenwormen. Dat heet een pendelaar. Ja. En er zijn andere regenwormen. Die gaan van links naar rechts. Die gaan horizontaal. En die maken op die manier gangen. En dat heeft allemaal weer een verschillende functie. Dus geweldig, dat doet dus alleen maar de regenwormen. Alleen al dat soort functies.
de gaatjes van boven naar beneden, die zijn heel waardevol. Dan kan inderdaad lucht, water en compost, materiaal kan van boven naar beneden. Het brengt lucht en ruimte in de bodem. De horizontale gangen, die zijn ideaal, want maken eigenlijk ruimte voor het wortelstelsel als de planten komen. En er is een horizontaal gangetje. Dan denk je, ah mooi, hier kan ik mijn wortel in. Er is al een gangetje gemaakt. En het grappige is dat bij de horizontale gangen laten die wormen de poep ook liggen. En dan heeft de wortel meteen voedingsstoffen zo in het gangetje. En die verticale gangen, daar worden inderdaad de poepjes boven de grond uitgepoept. En inderdaad, wat er zegt, het is ontzettend geweldig. Zo'n worm is een fantastische composteermachine. Want hij eet de aarde op. En hij doet in zijn lijf daar van alles mee, met bacteriën en van alles nog wat. En het leuke is, als het eruit komt, dan is de grond eigenlijk opgewaardeerd, geüpgraded naar een hoger niveau van voedingsstoffen en inderdaad als meststof voor de bodem. Ja, geweldig. Iemand nog meer iets wat een regenboom allemaal doet? Ja? Als je door midden haakt, kan hij blijven leven. Als je door midden haakt, kan hij blijven leven. Ja, er zit volgens mij ook een bioloog in de zaal daar een beetje verstopt. Ja, dat is inderdaad een beetje dubieus. Het klopt inderdaad, als je een stukje afjopt, dat hij inderdaad een goed zelfherstellend vermogen heeft. Maar het is niet zo dat je hem oneindig door midden kan choppen en dat je denkt, zo, nou heb ik twee keer zoveel wormen. Dat niet. Nee. Maar hij heeft nog een functie. Ik weet niet of jij, of ga jij verder, zal ik hem vertellen? Ja, ja. Oké, okay, nou, kijken of we dezelfde hebben. Misschien, wat ik ook leuk vind, is dat ze produceren chitinase. Hoor je dat ook? Oh, nou, dan krijg je zo meteen nog eentje voor me. En dat is een enzym die de skelet afbreekt van insecten. Nou, dat is best wel bijzonder dat je dat al kan produceren. En die planten, die nemen die chitinase op. En dat is hartstikke handig, want als die planten dat opnemen, dan komt er een insect aan en die denkt, wow, chitinase, dan gaat mijn skelet eraan. Dus die plant moet ik maar even met rust laten. Dus hij geeft eigenlijk een natuurlijke bescherming voor de planten, dus dat is hartstikke mooi. Je moet dus geen kunstmest gaan gebruiken, want die zouten, daar kunnen die regenwormen niet goed tegen. Dus als je dus kunstmest gebruikt, dan heb je dus en minder wormen, en dus minder bescherming voor je planten. En jij wou ook nog iets zeggen, jou ook nog aanvullen. Kijken of we inmiddels aan het hele lijstje hebben. Ja, nou, je hebt ook strooiselwormen. En die zitten een beetje onder de blaadjes. Dus die trekken ook die blaadjes ook wel naar beneden, maar de strooiselwormen. Maar die strooiselwormen kunnen we ook gebruiken voor ons keukenafval. Want misschien hebben jullie al wel eens gehoord van een wormencompostbak. En die kan van ons keukenafval, kan die heel erg mooi compost, maar ook een soort vloeistof maken, wat je weer bij de kamerplanten kunt doen en ze daarmee weer kunt beschermen. Ja, ik denk dat degenen die tuin hebben wel het herkennen, dat als je gewoon in de grond wat rommelt, dan zijn het meestal wat lichtere wormen. Dat zijn zeg maar de standaard regenwormen die ook niet zo boven de grond komen. En dan heb je de donkerdere, die rode, wat spitsere pieren als het ware, dat zijn echte compostwormen, zoals wij dat dan als tuinierders noemen. Ja, eens kijken, hebben we alles gehad. Ze zijn tweeslachtig, verticale gangen, poepen we bovengronds, horizontale gangen. Ze doen organisch materiaal in de bodem, dat zou je ook inderdaad. Ja, ze maken dus voedingsstoffen die voor de plant opneembaar zijn. Ja, aan een kale bodem, daar komen we straks dan ook wel bij. Een kale bodem, die heeft dus minder wormen en dus ook minder planten. Dus hoe kunstmest hebben we gehad, die strooisellagen, chitinase hebben we gehad. Ja, nou, dus wormen, de eindconclusie, helemaal onderaan, dus wormen zorgen dat planten veel vitaler zijn. Zo simpel is het eigenlijk. Geweldig, hè? Eén zo'n beestje. We hebben maar één beestje dat in de bodem bezig is. Misschien nog even één dingetje over wormen. Wormen zijn ook een indicator van of je bodem gezond is qua bodemleven. Want kijk, we hebben nu gezegd dat dat poep, zeg maar, dat voor de plant beschikbaar is. Maar daar leven ook weer heel veel bacteriën van. En dus heel dat voedselweb heeft daar ook weer profijt van. Nou, ik denk dat de meeste mensen, ja, dat zit wel in ons vakkenpakket allemaal, de fotosynthese nog wel kennen. CO2 plus H2O geeft C6H12O, dus O2. Oftewel, door middel van zonlicht wordt water en koolstofdioxide
wordt omgezet in suiker en zuurstof. Twee stoffen die ontzettend belangrijk zijn voor al het leven op aarde. Dat is natuurlijk eens ontzettend knap van zo'n plant, dat hij dat doet. En suiker is de basis eigenlijk voor alles. Daar staan we niet altijd zo bij stil. Maar dat is iets wat wij mensen niet zomaar na kunnen doen. Dit. Die suikers, die wordt door de plant natuurlijk gebruikt om te groeien. Dat is wat we allemaal geleerd hebben. Maar wat we niet geleerd hebben, is dat een heel groot gedeelte van die suikers... ik ben even kwijt hoeveel. Ik dacht een kwart. Of twee derde. Nee, een derde. Een derde van die suikers pompt die plant gewoon de bodem in. En dan denk je, nou, dat is dom. Dat is een beetje verspilling. Spoelt allemaal uit. Helemaal niet dom. Want die plant weet heel goed wat er onder die bodem allemaal leeft. Daar zitten die bacteriën, die schimmels en al die andere beestjes. En die kunnen voor de plant weer aan de gang. Dus er zijn zelfs schimmels, die groeien, dat zie je daaronder, die groeien in de wortels van de plant. Dan denk je, oh, dat is eng. Die gaan die plant binnen, dat zijn natuurlijk gevaarlijke schimmels. Nee, juist niet. Want als je heel goed kijkt, dan zie je dat die schimmeldraden het wortelstelsel van je plant verlengen. En dat kan in mijn geval, in een perceel grasland, kan dat tot aan de andere kant van het perceel grasland komen. Dus als dit grasplantje hier bij mij voor mijn voeten een mineraaltekort komt, dan zegt dat grasplantje met zijn suikertjes naar beneden, doet hij een boodschappenbriefje bij, hey, ik heb dit en dit nodig. Nou, dat was niet daar in de buurt van die plant. Dus dan gaat die schimmeldraad even aan de andere kant van het perceel even shoppen, omdat stofje even op te halen, dat kan een mineraal zijn, maar dat kunnen ook aminozuren zijn. En die worden dan via die schimmeldraden getransporteerd naar het grasplantje toe, zodat die plant daar weer mooie eiwitten of andere stofjes van kan maken. Super bijzonder dus. De bacteriën en die schimmels, die zitten allemaal om die wortels heen. Dus je kunt je even voorstellen, je hebt een wortel. En jullie weten allemaal, die wortels die hebben haarwortels, dus dat vertakt zich. En om die haarwortels zitten al die bacteriën en schimmels. Ja, jullie snappen nu waarom natuurlijk. Want daar is het voedertijd, hè? Dat gras en die plant, die brengt daar suikers naartoe. En er komt natuurlijk van alles en nog wat op af. Dus dat is één groot feest bij die wortels. Nou, en zo zie je dat... zeg maar, nou, dat is dat boodschappenbriefje bij. Die bacteriën, die maken echt uit de humus, uit de organische stof die in die bodem zit, maken ze stofjes vrij voor de plant. Zo is dat bodemleven helemaal bezig om die plant te voeden. Dus als we gezonde bodem hebben, kunnen we ook gezonde planten krijgen. Dat is dit dus niet. Het is inderdaad een kale bodem. Dus hier mis je eigenlijk alles wat Monique net vertelt. En dit is natuurlijk een gemiddeld moestuincomplex. En wat zou er nou gebeuren als we hier helemaal niks mee zouden doen? Heeft iemand een idee? Als mensen zijn we hier natuurlijk altijd mee bezig, maar als we het niet zouden... Dan groeit het helemaal vol met onkruid, of wat wij onkruid noemen. Heb ik het goed verstaan? Ja. Iemand nog meer? Veel gras. Veel gras. Heel veel gras. De bodem slaat dicht. De bodem slaat dicht. Ja, de bodem slaat sowieso inderdaad al dicht, hè, omdat je dus eigenlijk het hele bodemleven mist. Dus het hele verhaal wat Monique allemaal vertelde, dat mis je hier, waardoor de bodem inderdaad dichtgeslagen is. Dus dat klopt inderdaad. Ja, en inderdaad te gaan... Ja, voor mij bestaat het woord onkruid niet, maar er gaan dus heel veel spontane kruiden groeien inderdaad, dat klopt. Er gaat dat uiteindelijk ook gras komen, dat klopt. Nog meer? Iets harder? Wat? De bodem wordt arm. Ja, ja. Geen voeding, oké. Okay. Heeft hier iemand wel eens met zijn blote voeten gelopen? Op zo'n soort bodem, als het mooi lekker warm is?
Ik doe dat namelijk heel graag. Ik ga graag op mijn blote voeten de koeien halen. En daar waar de bodem kaal is, nou, daar krijg ik echt warme voeten als het echt een hete dag is. En daar waar er lekker veel gras staat, daar is het lekker koel. Dus dat laat ook al zien, het is een soort isolatie van de bodem. Dat is wel leuk. Toevallig, dit tuintje is een IJsselstein op het Volkstuincomplex bij de Noord-IJsseldijk. En deze foto is van 14 jaar geleden. En het leuke is dat, ik ga straks laten zien hoe het er nu uitziet. Maar je hebt op internet kan je een hittestresskaart bekijken, interactief. En dan kan je ook kijken waar je zelf woont en je eigen straat kan je bekijken. En dan kan je zien hoe koud of warm het in jouw straat is en hoe de hittestress is. En het leuke is dat je dan dus ook het verschil tussen de tuintjes kan zien. Tussen een tuintje zoals dit en een tuintje wat veel struiken en bomen heeft. Dat heeft dus inderdaad al een andere temperatuur. Dat is echt zo ontzettend mooi om dat verschil te zien. Maar ja. Als je een droogtekaart zou hebben, op dezelfde manier, dan zou je ook zien dat het op zo'n tuintje heel erg uitdroogt. En dat andere tuintje heel mooi vochtig blijft, het hele jaar door. Ja. Nou, dat klopt. Ik denk dat er komen hier al wat moestuiniers tegen. Als het dan in de voorjaar zomer prachtig weer is, dan hoor ik veel tuiners mopperen en sputteren van oh, help, help, water, water. En nou, ik zal straks eens over laten zien wat deze tuin dan gaat worden. Dan is dat dus niet meer nodig. Dan onderhoudt het zichzelf. Maar als wij er dus als mens niks aan zouden doen, dan gaat er dit gebeuren. Dat noemen ze een successie. Dus de natuur die wil gewoon geen kale grond. De natuur zal altijd zorgen dat de grond gewoon weer gaat begroeien. En dat doet hij door eerst met de eenjarige te beginnen. Dus het eerste jaar zal je dus heel veel kruiden tegenkomen, die, zoals klaprozen, kamillen, afhankelijk van het soort grond, of je zand of klei of wat dan ook ertussenin hebt. Dat bepaalt, en hoeveel voedingsstoffen erin zitten, dat bepaalt wat voor pioniersplanten er komen. Wat er het eerste jaar gaat groeien. Misschien herken je het wel, hè, vaak bijvoorbeeld langs de trambaan zie je dat wel eens. Dan zie je klaprozen, hartstikke mooi. Ja, komt hartstikke arm aan zandgrond, zeg maar. Dus dat groeit daar wel. Heb je gewoon een hele rijke kleigrond, nou, dan zal je misschien wat eerder bijvoorbeeld brand, ja, als er bijvoorbeeld veel stikstof in de grond zit, hup, komt de brandnetel op. En afhankelijk dus van het soort grond zal je andere kruiden gaan zien. Kom straks, help het houden dat ik straks moet laten. Ja, dat is het eerste jaar. En dan, en dat is trouwens ook heel mooi. Als je gewoon een stukje grond hebt, een handje grond, dan zitten echt al duizenden zaadjes in. Dat zit gewoon overal in de grond. Dus wij denken dat het gewoon maagdelijke grond is. Maar het zit bomvol met zaden. En dat zie je heel mooi voor degenen die in IJsselstein wonen of wel eens in IJsselstein komen. Zeg, bij de Utrechtseweg hadden ze helemaal opnieuw aangelegd. Ja, ik kan wel, ja. En natuurlijk al nieuwe bomen en al grond erin. En nou, bloemen gezaaid, ja, dat zou een mooie bloemenweide worden. Nou, daarna hadden we heel veel klachten, want ja, er kwam melden en er kwam van alles op, behalve wat ze gezaaid hadden. Ja, hoe komt dat? Een melden is natuurlijk een fantastische pioniersplant. Die heeft maar een duizendste seconden nodig om licht te krijgen om te gaan ontkiemen. Nou, geweldig. Dus die zegt als eerste, oh wacht even, ik ga wel even helpen hoor, die grond. Want het is zo'n rommeltje, dan gaan we weer even aan de slag dat het weer een goed evenwicht gaat worden. Dus het is eigenlijk een fantastische plant die eigenlijk wil helpen dat het weer op de rit gaat komen. Alleen ja, wij als inwoners gaan hem opperen, oh ze zitten allemaal melden en we dachten dat er mooie bloemen zou komen. Maar eigenlijk is het een hele natuurlijke reactie van de natuur, zeg maar, wat er gebeurt. Oké, dat is dus die eenjarige. Daarna, het jaar erop, krijgen we de tweejarige. Ja, het klinkt misschien als een open deur en heel logisch. Maar dat zijn bijvoorbeeld tweejarige, kaardebollen, stokrozen, teunisbloem. Nou, nog eens wat. Zal er vast wat kennis tussen zitten. Dat komt het tweede jaar. Sorry? Ja, vingerhoedskruid, ook een tweejarige inderdaad. Ja. Dus dan krijg je alweer andere kruiden. Het jaar erop ga je dus de meerjarige kruiden krijgen en de grassen inderdaad. Dus dan gaan afhankelijk weer van de grondsoort en wat er in de grond zit, ga je verschillende soorten grassen krijgen. Ja. En daarna, als mensen dan nog steeds niet gaan ingrijpen, dan gaan we struiken krijgen. Dat komt na een paar jaar verder. Toevallig zagen we dat bij de kerstboomtuin, voor mensen die de kerstbomen er brengen, dat stuk grond, dat was zeker een jaar of vijf, lag aardig braak.
En dan kon je ook gewoon ook eigenlijk al heel mooi die successie zien. Van, je zag inderdaad 1, 2, meerjarig. Maar er kwamen ook al eigenlijk kleine boompjes, eikenboompjes zelfs al. En struiken, er was van alles. Ach, ik zie daar de kerstboomtuinvrouw. Klopt dat? Ja, klopt. Ja. Dus dan zag je eigenlijk die natuurlijke successie zag je daar ontstaan. Hartstikke boeiend. En dat zie je dus inderdaad ook. Je krijgt dan de pioniers na de struiken. Komen de pioniersbomen. Die groeien heel snel. Berken bijvoorbeeld. En daarna krijg je de climaxsoorten. De bomen die er lang, wat langer over doen. Beuken. En uiteindelijk wordt het een stabiel eigenlijk een bos met het liefst zo, eigenlijk zoveel mogelijk lagen in een gezond systeem. 14 jaar geleden kregen wij deze tour aangewezen. En je ziet, er waren nog wat spontane kruidjes van het jaar daarvoor wat er zat. Ja, hoe begin je dan? Nou, we zijn eigenlijk begonnen met allebei een permacultuuropleiding te doen. Dus we hadden meteen een heel mooi project om aan te pakken. We zullen straks trouwens een filmpje zien van Taco Blom, waar we de opleiding hebben gedaan. Hoe hij permacultuur ziet. Want het gaat nu over het ontwerp van de tuin, maar permacultuur is heel veel meer dan dat. En ik vind dat hij dat heel mooi kan uitleggen. Je begint met een ontwerp. In dit geval hebben we cirkels gemaakt en wat halve cirkels met verhoogde bedden. En dan ga je dus naar het hele systeem kijken. Je gaat dus hetzelfde doen als in die successie. Je gaat kijken naar eenjarig, tweejarig, meerjarig ga je invoegen. Je wil dus 7 lagen in het systeem, dus je doet de bodembedekkers, je doet kruiden, je doet wortelgewassen, klein fruit, laagstam, hoogstam en de klimmers. En de klimmers, dat kan dus in dit geval, zie je hier, we hebben hier bijvoorbeeld wilgentenen neergezet. En dus de bonen, die groeien dan tegen de wilgentenen op. En de pompoenen, die kunnen ook omhoog klimmen. En zo maak je optimaal gebruik van de ruimte. Het belangrijkste dat wij geleerd hebben, is dat er geen goed of fout is. En dat je dus eigenlijk ook geen fouten kan maken. Het gaat gewoon om dat je het doet, je gaat het doen, je doet ervaring op en je neemt waar. Dus je gaat vooral heel veel observeren, wat kom je tegen? En soms kom je dus iets tegen wat gewoon niet werkt. Ook al lijkt het een hele mooie theorie. Want de permacultuur komt oorspronkelijk uit de jaren 70 al uit Australië. En toen is het naar Europa gebracht en dat sloeg hier helemaal niet aan. En waarom niet? Omdat het systeem was bedacht voor Australië. Bloedheet, 40, 50 graden enzovoort. Heel veel bedekken, heel veel stro. En heel veel beschermen tegen de zon. Ja, dan zit je hier in het koude, natte kikkerlandje met heel veel stro. En dat werkt hier dus niet. Dus het is hier gewoon eigenlijk een beetje... Ja, het is hier nooit aangeslagen. Pas een jaar of 15 geleden, toen was er iemand in de andere kant van de oceaan, Groot-Brittannië. Ik zit in één keer, hoe heet dat tegenwoordig? Engeland. En die Martin Crawford, en die had zoiets over, ja eigenlijk is het wel een heel mooi systeem, misschien moet het gewoon aanpassen aan het klimaat hier. En dat heeft hij gedaan, en sindsdien is het gewoon booming. Ineens is het helemaal hot, en 15 jaar geleden was het nog niet zo populair, maar toen zou je die opleiding gaan doen. En in Nederland heb je dan Taco Blom die daarmee begonnen is, die heeft het systeem aangepast aan hier. Nou, wij zijn ook ooit nog begonnen met inderdaad hele bergen stro en alles. Nou, hele bergen slakken trekt dat aan. Dus sommige dingen die werken in Australië leuk, maar niet hier. Maar dat maakt niet uit, daar leer je van. Dus nu zien we dat de nieuwe tuinen die nu ontworpen worden en uitgevoerd worden, want nu zijn er gigantisch veel projecten gaande door heel Nederland. En we zien al dat er geleerd is van wat er 15 jaar geleden anders gedaan werd. Dat is alleen maar hartstikke mooi. En bijvoorbeeld hier ook die bonen langs de willigen. Ziet er hartstikke leuk uit, hè? Hoorde ook allemaal bij het ontwerp en zo. Maar dat is alleen het eerste jaar gelukt, daarna niet meer. Waarom? Omdat die wilgen, die wilden ook wel groeien. Die trok ook een aandacht met de wortels en het water enzovoort. Dus onze ervaring was dat die pompoenen en die bonen toch wel aardig concurreerden met het groeien van die wilgen. Dus ja, dan kan je een hele leuke theorie hebben en een mooi systeem hebben. Maar bij ons werkt het in ieder geval niet. Dus zijn wij overgestapt naar andere manieren. Maar dan kom je gewoon achter door het te gaan doen. Even kijken. Nou, en hier zie je dan dus ook gewoon, dit is het eerste jaar, dus dit waren nog heel veel eenjarigen. Het lijkt een siertuin, hè, maar het is allemaal eetbaar.
Hier bijvoorbeeld de boomspinazie. Nou, een prachtige grote plant. Kan wel bijna 2 meter worden. En als je hem af en toe wat inknipt, dan wordt hij mooi breed ook. En het is ideaal, want het is familie van de spinazie. Dat is ook een meldensoort, maar hij is helemaal niet zo wrang. En je kan hem gewoon het hele jaar plukken. Je hebt het hele jaar door gratis spinazie eigenlijk. Ideaal. En dan ziet die lade echt er leuk uit. Een beetje het roze kleurtje. Dus zo hebben we heel veel ook al vergeten groenten en eetbare gewassen neergezet. En het jaar daarna, even kijken hoor, dit is inderdaad het grappige was. We hadden natuurlijk, jullie zagen nog bij de eerste jaren hadden we nog, hè, dat was allemaal kale grond. En dan zag je wel hier en daar wat plantjes, hè, nog van het jaar ervoor. Nou, dat was van ons, van de eigenaar het jaar ervoor, die had nog wat andijvie, wat witlofachtige plantjes staan. En ja, voor mij was alles nieuw. Ik dacht van, weet je wat, als we dat laten staan, dan kunnen we in ieder geval zien hoe dat eruit ziet als dat in bloei gaat. Wat gaat dat volgend jaar doen? Geen idee, ik wist het niet. We hebben het dus laten staan en het jaar erop zag je dus al die mooie, ik weet niet of het achterin te zien is, al die mooie paarse bloemetjes. Nou, dus eigenlijk, toen kwam ik erachter, oh, ze zijn familie van de sigarij, dat is leuk. Want, en dus voor mij was het één grote ontdekkingstocht de eerste paar jaar. En de buurman die kwam daar langs en die liep zo langs en zegt, hey buuf, ga je bloemen kweken? En maar ja, voor mij, ik vond het geweldig, want die deed ik ook in de salade en het blijkt allemaal eetbaar te zijn. Dus er was veel meer mogelijk dan ik dacht. En ja, je hebt ook te maken met sociale acceptatie. Kijk, als je eigen achtertuin is en je woont helemaal vrij, ja, kan je lekker helemaal losgaan. Maar op een moestuincomplex heb je ook moestuinburen. En nou, dat is net als in de echte wereld, zeg maar. De een is blij hiermee en de ander denkt van, oh god, straks komt dat in zaad en wat moet dat met mijn schoongeharkte tuintje? Dus de eerste paar jaar was dat best wel een uitdaging. En nou ja, daar kan je dus in gaan bewegen in ja, hoe kan ik toch mijn eigen ding doen, maar hoe kan ik toch de contact met de buren gezond houden. En in dit geval, omdat in het begin dus die grond nog vrij kaal was, of vrij ruimte was, kwamen er ook heel veel paardenbloemen omhoog. Die hebben een functie. En die buurvrouw die zegt, oh help, ik wil geen paardenbloemen. Stel dat het zaadje bij mij in het grasveld komt en dan heb ik er heel veel werk aan. Nou, wat hebben we ermee gedaan? Ten eerste hebben we daar heerlijke paardenbloemgelei van gemaakt. Dat is hartstikke gezond voor de nieren, voor de lever en was nog lekker ook. Viel me hartstikke mee. Maar wat hebben we ook gedaan? We hebben de functie van die plant hebben we vervangen voor een andere plant. Je kan het eigenlijk zien, elke plant heeft zijn eigen wortelstelsel als het ware. En zo'n paardenbloem die heeft een functie, die heeft een diepe penwortel. En ja, die heeft dus die zware klei. Het is hier een vrij behoorlijk stevige kleigrond. Als je klont aarde hebt en dat droogt in, dan kan je er echt wel als een steen, nou, ik zal niet zeggen wat je mee kan doen, maar in ieder geval hard. En die penwortel, die maakt die grond los. Dus die paardenbloemen, die hadden daar een hele belangrijke functie. Ja, dan kunnen we die er allemaal uit gaan trekken, omdat de buurvrouw daar niet blij mee is. Maar ja, die functie wil ik dan eigenlijk heel graag behouden. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben bijvoorbeeld, dan zien we de volgende. We hebben bijvoorbeeld havenwortel, paarse morgenster. Nou, die is familie van de paardenbloem en die heeft ook een mooie diepe penwortel. Die heeft dus dezelfde soort functie, die hebben we dus daarin gezet. En nou, dat vond de buurvrouw prachtig, prachtige bloemen. Het grappige is, van, het is 2 jaar, hij zaait enorm uit. Ik kom hem echt 100 meter verderop op de moestuin tegen. En iedereen zegt, moet je kijken wat hier omhoog komt, is zo leuk. En dan denk ik, En dan zegt me niet dat hij van onze tuin overkomt. Misschien nog even die paardenbloemen, hè. Weet je wat die komt brengen in je tuin? Heel belangrijke stof. Calcium. Ja, calcium. En wij hebben hem ook in het weiland staan. En weet je wat hij bij de koeien doet? Daar zorgt hij ook voor vochtafdrijving. Dus zo'n plant, wat wij allemaal onkruid noemen, heel nuttig. Ja, dus onkruid bestaat niet voor ons. Ja. En nou, noem nog eens een andere, er zitten hier volgens mij best wel wat moestuinders tussen of mensen met de tuin. Noem nog eens een spontane kruid waar jullie niet blij mee zijn. Heermoes. Heermoes, nou daar ben ik zo blij mee. Heermoes, die heeft het, dat is sowieso een bijzonder plantje, want die heeft allemaal losse stukjes. Dus die komt echt nog uit de oertijd van 300 miljoen jaar geleden, nadat wij er echt nog niet waren.
En die kan tot 6 meter diep de grond in. En wat doet hij daar? Wat doet hij? Hij haalt de zware metalen haalt hij uit de grond en die zet hij om in een metaal die voor ons minder belastend is. Dus die reinigt als het ware de grond van zware belastingen. En we hadden dus ook een plek op de tuin, een bepaalde hoek van een paar vierkante meter, en dat barstte van de heermoes. En wat blijkt nou, dat is dus een indicator dat dus degenen die voor ons die grond hebben bewerkt, die hebben dus op die plek, hebben die daar dus toch iets gedaan met gif, met bestrijdingsmiddelen, belastende stoffen. Dus die natuur die is gewoon aan het helpen om die belastende stoffen om te zetten naar bruikbare stoffen voor de grond, dat de grond weer gezond wordt. Dus op het moment dat die functie klaar is, verdwijnt die plant ook. We hebben nu ook helemaal geen last op die plek meer van heermoes. Het is gewoon verdwenen doordat we het gewoon hebben laten gaan. En wat we ook doen, en dat vertelde net al iemand, van in de voorjaar en zomer ziet onze zolder er een beetje zo uit als hier plafond. Ik pluk gewoon de heermoes en ik hang het op zolder en dan gebruik ik het gewoon het hele jaar door voor de thee. Want de heermoes die heeft gewoon een beschermende functie. Die beschermt tegen virussen, de celwand beschermt die zeg maar tegen indringers van buitenaf. Dus het is een ontzettend belangrijke plant voor onze gezondheid ook. Nou, dat is afhankelijk van je behoefte en van je gezondheid. Er wordt gevraagd hoeveel gebruik je voor een kopje thee. Nou, wat ik meest, dat is inderdaad ook wel belangrijk. Hè? Dat is bij alles. Eigenlijk een dosis bepaalt of iets gif is. Dat geldt natuurlijk voor alles. Dat geldt voor zelfs voor water. Van als je 4 liter water in één keer opdrinkt, dan ga je ook dood. Dus te veel. Wat ik meestal doe, ik maak een mix. Dus ik droog pepermunt. Ik heb bijvoorbeeld ook minimaal 6-7 verschillende soorten munt op het tuin. Dat is ook een risicospreiding. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Dus bijvoorbeeld, je hebt het muntgoudhaantje. Prachtig beestje. Ik heb er nu geen foto van. Maar die eet wel, de Marokkaanse munt vindt hij geweldig. Dus die wordt helemaal opgegeten. Maar ik heb ook roermunt en de aardbeienmunt en de speermunt en de noem maar even de tampasta munt, zeg maar. En daar komt hij niet aan. Dus dan heb ik in ieder geval altijd munt om bijvoorbeeld thee of de salades. Citroenmelissen is ook een heel belangrijk kruid voor gezondheid. En zo maak ik een mix van verschillende kruiden. Dus er zal gewoon één takje meestal in een kopje thee erbij zitten. Maar dat is... Heeft u veel gedaan? Je leest dan dat het goed is voor de spieren. Nou, dat is weer dan niet hard. Omdat je heel moest niet meer voor mij. Dat was niet te veel. Ja, de dosis bepaalt dus inderdaad of het goed en opbouwend is of dat het te veel is. Dat klopt inderdaad. Ja. Maar dat geldt dus voor alles. Ja, dat geldt voor alles. Voordat ik verder ga, zijn hier nog vragen over? Nog meer spontane kruiden waar iemand helemaal de kriebels van krijgt? Zevenblad. Dat is zo lekker. Ja, echt. Het is net zo, het is veel zachter en minder wrang dan spinazie. Het groeit inderdaad vanzelf, je hoeft er niks voor te doen. Dus als je dan het jonge blad oogt, je kan het dus gewoon als spinazie gebruiken. Je kan er stampot van maken. Maar je kan het ook door salades doen, je kan er soep van maken. Dus je kan het... Pesto. Ja, pesto, ook heerlijk. Ja, dus de meeste spontane kruiden kan je pesto van maken. En het helpt geweldig tegen jicht. Ja, licht, reuma. Zevenblad is echt een ontzettend belangrijk kruid ook voor onze gezondheid. Dus wees blij als je de zevenblad in je tuin hebt en gebruik het. En echt, als de functie voorbij is, dan wordt het vanzelf minder. Ik heb gewoon op een gegeven moment dat ik dacht, oh, er is bijna geen zevenblad meer, wat jammer. Dus als de functie voorbij is, is die gewoon weer weg. Hij heeft ook hele mooie bloemen, hè? En heel goed voor de insecten. Ik hoor dat hij door de Romeinen is meegenomen. Ja, nou, zo zijn natuurlijk wereldwijd heel veel planten die overal... Oké. Nou, dat is ook een leuke aanvulling. De Romeinen hebben de zevenblad meegenomen omdat het voeding was op hun tocht. Dat zegt ook wel iets over hoe makkelijk de plant dan is en hoe gezond die is. Ja, net als de planten die nu al aanwezig zijn, zoals... weet je met dat gele bloemetje? Speenkruid, dankjewel. Die bevat... bizar veel vitamine C, want als die nu moet bloeien, als die nu moet groeien, ja, dan denkt hij, oh ja, dan hebben mensen dus gewoon, met zo'n klein blaadje heb je veel meer vitamine C dan in een heel krop sla, zeg maar. Dus dat is hartstikke gezond. Maar als het eenmaal in bloei is, moet je niet meer eten, want dan gaan de stoffen in het plantje veranderen.
Even terug naar de tuin. Dit is, die linker is dus het eerste jaar. Je ziet ook veel eenjarig, het ziet er wel heel vrolijk uit. Hier zie je de tuin alweer wat verder. Hier zie je tweejarigen. Het is bijna, ja, het is ongeveer dezelfde plek. En hier zie je de karkassische smeerwortel. Dat is ook een hele geliefde plant in de permacultuur. Die hebben we het eerste jaar erin gezet. Nou, die redt zich altijd prima. En dat is een fantastische groenbemester. Dus die, en de bijen, eigenlijk iedereen wordt er blij van. Dus gaan jaarlijks altijd heel veel stekken alle kanten op. En je ziet hier de wilgenboog, die wordt al wat voller. Die is al wat rijker. Dus er komen vogelnetjes in. En op een gegeven moment hebben we er een schommel van gemaakt van onze dochter. Dus zo heeft iets ook meerdere functies. Nou, nu, deze is van vorig jaar. En dan is de tuin dus 15 jaar verder. Dus in de winter, ja, een beetje in het voorjaar. Dus de wilgen zijn nog niet zo goed niet echt uitgelopen. En zelfs dat wordt hergebruikt. Hè. Dus de wilgen worden gesnoeid of geknot. En dat hout wordt dan weer gebruikt om hekjes te maken. En dus zo heeft eigenlijk alles meerdere functies. Dat is ook heel belangrijk in de permacultuur. Maar in het begin dus wel, omdat we dus merkten inderdaad dat die daar het water wegnamen, omdat we dus ook de bonen en de pompoenen wilden in het eerste paar jaar. Maar nu niet, want nu niet meer. Hè. Nu zijn we 14 jaar verder. Je ziet bijvoorbeeld links hier nog een stam. En die is hier ooit 14 jaar geleden, toevallig hier ook bij de intratuin, gekocht als zo'n klein plantje. Dat is een abrikozenboom. En met het ontwerp moest alles ook minimaal 3 functies hebben. En dat moest allemaal heel functioneel zijn en efficiënt. En toen dacht ik, ja jeetje, die abrikozenboom is natuurlijk eigenlijk helemaal niet efficiënt en functioneel. Want ja, daar heb je in Nederland, krijg je helemaal geen abrikozen. Dus leuk in mediterrane landen. Maar hij zag er zo leuk uit en hij straalde helemaal. En we zijn wel 2 keer weer teruggegaan. Want ik dacht, ja, ik neem hem toch mee. Ook al past hij niet in het ontwerp. Nou, ik ben er hartstikke blij mee, want het is nu een hele grote boom van, 1,6 meter hoog. En we hebben de laatste 3 jaar door de hetere zomers, we hebben al 3 jaar echt bizar veel abrikozen. Dus het is achteraf een gouden greep, wat ik toen dus echt niet bedacht had. Dus dat is ook van, ja, doe gewoon en ervaar en experimenteer. En dus al die boompjes die zijn volwassen aan het worden, of aan het groeien. En vorige jaren met die hitte, ja, dat als alle buren dus aan het gieten zijn en zeggen, oh god, help, en alles verdroogt, wij hebben hier niet hoeven gieten. Wij hebben gewoon alleen wat regentonnen op het complex met vanaf het schuurtje. Maar daar hebben we dus genoeg aan. Dus we hoeven niet van externe water te halen. Wat heel belangrijk is, is dan vooral je blad te laten liggen ook. Niet gaan harken. Takken snoeien, ook zoveel mogelijk verwerken. Ik denk dat jullie dat ook doen. Want dat is allemaal weer voedsel voor het bodemleven. En als dat ook op de grond ligt, krijg je weer de isolatielaag. Dat bodemleven houdt zelf ook weer vocht vast. Nou, we hebben gezien dat het ook weer meer als een spons werkt. Dus als er dan regen valt, dan blijft dat in die bodem. Die strooisellaag, die isoleert weer. Dus ja, op die manier hou je hem toch vochtig. Met Knijen zijn we ook verbonden met een kennisnetwerk van Bloeiende Bermen van provincie Utrecht. Die hebben mega veel hectares aan graslanden. En die zeiden van nou, eigenlijk zouden we daar best wel graag Bloeiende Bermen willen maken. Want dan kunnen we ook die grond upgraden. En anders maaien, sinus maaien, gefaseerd maaien. Dus daar is provincie Utrecht fantastisch goed mee bezig. En af en toe hebben we daar bijeenkomst van. En laatst was ik daar met Luc ook. Hè. In december was er een spreker, Wim Schippers. Die heeft een boekje geschreven. Het ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Dat ligt hier. En dat ligt volgens mij ook aan de andere kant bij de boeken. Daar kan je sowieso straks nog kijken. Er zijn boeken ter inzage en er zijn boeken om te lenen. Mocht je straks een boek lenen, geef het dan aan Pekkie door. Pekkie, wil je even staan? Dankjewel. Dat is Pekkie, onze knijer. Die zorgt voor de administratie om. Je kan boeken dan bijvoorbeeld 2 weken lenen en dan breng je het weer terug bij Pekkie. Er zitten hele mooie, bijzondere boeken tussen. En Wim Schippers is een man die echt al decennia lang in Nederland onderzoek heeft gedaan naar kruidenrijke graslanden. Die heeft allerlei weilanden, boerenlanden, openbare ruimte, graslanden onderzocht. En die heeft gewoon helemaal in kaart gebracht wetenschappelijk van goh, daar staan, is dit deze grond, zandgrond of kleigrond, hier zit weinig voedingsstoffen, veel voedingsstoffen.
En die kon precies waarnemen wat voor kruiden er allemaal groeien. Wat we net al zeiden, hè, bij zandgrond zal je eerder de klapperozen zien. En bij kleigrond zal je eerder bijvoorbeeld smeerwortel zien. Of andere fluitenkruid bijvoorbeeld. En hij heeft het helemaal in dat boekje in kaart gebracht. En dat kunnen we dus ook gebruiken om te zien wat de waarde is van de kruiden in het graslanden. En daar ga jij meer over vertellen. Ik wil ook wel verder vertellen, maar zij gaat veel beter. Nee, niks beter. We vullen elkaar lekker aan. Heel boeiend, dat wisten wij niet van elkaar. Wim Schippers is ook voor mij een heel boeiend persoon. De laatste tijd hang ik wekelijks met hem aan de telefoon, of hij met mij. Ik ben hem tegengekomen toen wij zeg maar een stukje natuur zelf wilden gaan inrichten, Natura 2000. En ja, daar dus ook onderbouwing voor nodig hadden hoe we dat moesten doen. De provincie had daar helemaal geen vertrouwen in dat wij dat zouden kunnen. Dus nou ja, op die manier kwamen we in contact met Wim Schippers. En die ging ons, zeg maar, ons plan onderbouwen hoe we dat gaan doen. En Wim Schippers vertelt dat er verschillende fases zijn. Dus je hebt de fase van pure grassen, heel productieve grassen. Heel productief voor de koeien. Heel veel gras komt eraf, maar het is vooral allemaal gras. Veel Engels rijgras. Dat is de fase grassen. Misschien noem ik even de fases. Nou, maakt het niet uit. Dan komen er wat kruiden in, zeg maar. Dus de paardenbloem of de boterbloem, zeg maar. De wat gewonere kruiden of muur, zeg maar. En dan later komen er andere kruiden in. Wat vooral belangrijk is, is dat je dan je weiland toch wat minder bemest. Dus, want die kruiden, hebben we net al gezien, die komen van allerlei dingen brengen. En als wij die stoffen daar al uitstrooien, zeg maar, ja, dan kunnen die kruiden eigenlijk niks meer doen, want dan is het er al. Dus die kruiden die komen pas, zeg maar, als je dus niet te veel bemest. Dus als je minder bemest, komen er meer kruiden. Nou, waarom willen we dat? Nou ja, voor de biodiversiteit natuurlijk, voor insecten die daar komen, voor allerlei dingen, vlinders enzovoort. Ik heb hier ook nog een boekje over elke sloot een libelle. Dus wij hebben ook allerlei stroken langs de sloot met allerlei kruiden waar we helemaal niet bemesten, die we ook afzetten, dat de koeien er niet in komen, dat de kanten niet afgetrapt worden, dan zie je ook allerlei planten terugkomen. En die libelle die heeft weer andere wensen, zeg maar, om daar te kunnen komen. Maar die verschillende kruiden hebben ook nog een ander ding. Ieder kruid, wat we net al zagen, heeft ook weer zijn medicinale eigenschap. Of zijn eigenschap voor de koe. Dus ja, die koe kan dan ook uitzoeken van, nou ja, ik voel me vandaag een beetje zus. Nou, dan eet ik paardenbloem. En ik voel me vandaag een beetje zo. En nou, dan ga ik even die muren opzoeken, zeg maar. Dus op die manier zorgen die kruiden ook dat die koe de verschillende stoffen binnenkrijgt die hij nodig heeft. Of die hij lekker vindt, dat doet hij natuurlijk ook, want de boterbloemen laat hij meestal staan. Dat is dan wel jammer. En dus, dat doen wij ook, hè? Wij doen ook wat we lekker vinden. Ja, wij doen ook wel wat lekker vinden. Ja, dus, maar op die manier krijgt hij dus de stoffen binnen die hij nodig heeft. En wordt ons vlees en onze melk ook wat vitaler, zeg maar. Want dan zitten die stoffen ook in de melk en in het vlees. En dan is dat ook weer goed voedsel voor ons mensen. Ja, en dan is wel een mooie aanvulling van, zeker met die kruiden, dan komen ook weer de kleine sporenelementen en mineralen weer in de voeding. Want met, bijvoorbeeld met kunstmest dan heb je de grote mineralen, de stikstof. Fosfaat en kali. Ja, dat zijn de grote mineralen. Nou, dan krijg je ook op moestuincomplexen. Dat dacht ik als een jeutje, er was er ergens een moestuinbuurman die had zulke kolen en zulke kroppen slaan. Ik, wow, doet hij dat? En dan kom ik ermee in gesprek en denk ik, oh jeetje, dan kom ik aan met mijn kleine kopjes. En dan zit hij, oh ja, ik gebruik die kunstmest. En nou, even round op dat er ook even dat en dat. En even zus en zo. En denk, oh. Dus het is visueel een prachtige kool en een prachtige krop sla. Maar eigenlijk heel arm aan voedingsstoffen. Alleen maar de drie grote groeimineralen zitten erin, zeg maar. Waardoor het een mooi, groot geheel wordt. Maar qua voedingswaarde is die eigenlijk heel arm. Terwijl als je dus inderdaad naar die kruiden gaat, daar zitten dus de kleine mineralen zoals zink, selenium. Die hebben we ook als mens hartstikke hard nodig. Bijvoorbeeld voor de functie van onze schildklier.
Bijvoorbeeld, er is al zoveel zinktekort in de grond door gebruik van kunstmest, dat bijvoorbeeld paarden problemen met hun hoeven hebben, omdat ze gewoon tekort aan zink hebben in hun lijf. Dus zo belangrijk is dus wel voor zowel de mensen, maar ook voor dieren, dus ook die kleine mineralen die dus in die kruiden zitten, weer terug te brengen in de bodem, maar dus ook in de planten, zeg maar. En dus ook in de voeding. Ja. Ja. Misschien nog heel even terug naar die grote kool. Want wat stikstof doet, is dat een plant inderdaad heel, heel snel kan groeien. Dus die krijgt hele grote cellen. Dat noemen we de strekker, zeg maar. Dus de cellen strekken zich heel snel. Neem ook heel veel water op. Dus ja, je hebt misschien een grote kool, dan denk je heel veel eten. Maar veel minder voedsel, want het trekt heel veel water aan. Dus het is een hele waterige plant. Daarnaast is het zo dat als die celwanden dus, die zijn dan ook dun, want het is heel snel gestrekt, zeg maar, dat bijvoorbeeld bladluizen, plagen daar heel erg graag op afkomen. Dus die planten hebben voor die insecten, die plaaginsecten, ook een andere kleur. En daardoor komen ze heel makkelijk graag af op planten die juist heel veel stikstof opgenomen hebben. Dus ook voor je plagen is dat niet zo heel gunstig. Dat klopt ook weer met die regenwormen, want die regenwormen die komen weer als er geen kunstmest is. Dus dat is dus een kringetje weer rond, hè? Leuk. Ja, die maken weer sporenelementen vrij uit de humus. Die kunnen die planten weer opnemen. Wanneer gaan jullie in Den Haag verhouden? Nee. Nou, ik geloof niet in top-down, ik geloof in bottom-up. Dus het lijkt me leuk als jullie dit verhaal heel erg veel doorvertellen. En dat er steeds meer mensen komen die hierdoor verwonderd en geboeid raken. En dat we op die manier de olievlekwerking alleen maar groter maken. Lijkt me beter. Dat is ook het mooie wat we in de permacultuuropleiding 14 jaar geleden ook al te horen kregen. We kregen toen al hele demotiverende filmpjes te zien die nu eigenlijk groot bekend worden. En elke keer als we zo'n filmpje gezien hadden, was iets van mijn hemel, wat ik dan... Dacht ik, wat moeten we dan in godsnaam nog doen? Gewoon als klein, eenvoudig burgertje, zeg maar. Van wat heb ik daaraan bij te dragen? En toen zei hij, ja, maar dat is juist echt heel belangrijk. Wat wij allemaal als inwoners, als burgers kunnen doen, dat is juist heel belangrijk. Want als je alleen al bijvoorbeeld naar de zaden gaat, je kan zeggen, nou, Monsanto en de Bayer nu is door overgenomen. Die hebben patent op alle zaden en er zijn geen 100 tomatenrassen meer in de winkels, maar nog maar 2 of 3. Wat kunnen wij daar als inwoner aan doen? Wat kunnen wij als burger toevoegen? Wat wij kunnen doen is dus al die tuintjes die we allemaal hebben, ook al is het een postzegel van 6x6 of nog kleiner of een balkon, als we daar al die oorspronkelijke zaden, al die verschillende rassen, de hazelnoottomaat en de oertomaat en dan weet ik bijvoorbeeld welke tomaten we allemaal gehad hebben, in de loop der jaren, als we dat zelf kweken, dan houden we dus die oorspronkelijke rassen in stand. En juist als we dat op allemaal kleine tuintjes doen, ja, dan zijn we zo sterk, want daar zijn we gewoon minder kwetsbaar dan als je dus in Den Haag met een spandoek gaat staan. Dan zie je gewoon dat die beweging van onderaf, wat Monique zegt, en met z'n allen gewoon gaan doen wat bij ons past, wat bij ons ieder past. Ieder doet wat bij hem of haar, waar je blij van wordt en waar je zelf je energie van gaat stromen. Als je dat doet, dat is de grootste kracht. Dat tuintje van je buurman met die wapen. Ja, dat kan na verloop van tijd, maar dat heeft tijd nodig. En dus het allermooiste is als dat niet gebeurt, als dat niet meer gebeurt. Het wordt ook steeds meer ontmoedigd, het wordt steeds meer verboden. Dus tuurlijk, die regelgeving helpt. Het helpt als van boven afgezegd wordt, er mag geen Roundup meer gespoten worden. Tuurlijk is dat hartstikke nodig. Maar door zelf te gaan leven en door zelf dus neer te gaan zetten, geef je een voorbeeld. En wij waren 14 jaar geleden, werden we heel hard uitgelachen toen we zo bezig waren. Het was, nou buurman, je moet echt wel gaan spitten hoor. Ja, nee, tegen mij, maar tegen mijn man. Nee, we gaan niet spitten. Wat? En 14 jaar geleden waren we de enige die zo'n tuin deden. En we werden best wel gek aangekeken. En net, mag ik je als voorbeeld geven, Fritsen? Of misschien wil je het zelf zeggen? Wat? Nou ja, wij hadden. Het is iets harder.
En wij zijn op een gegeven moment ook gestopt met zweten. En we zien dat de grond namelijk wel goed uit. Je hebt een heel mooi lulbord. We lulden heel veel, dus heel veel gewoon laten liggen. Zeker in de winter. En als je dan met het voorjaar weer op de grond kwam, dan was de aarde echt heel mooi lul. Terwijl andere mensen inderdaad zijn gespit in hele fijne, klein groepen hier op de grond kruis zijn. Heeft iedereen het kunnen verstaan, ook achterin? Even hand op als ik niemand het niet verstaan heb. Moet het herhaald worden? Even hand op. Pekkie? Oh. Anne? Oké. Ja, Fritsen zegt van, we deden het oorspronkelijk ook op de traditionele manier. Gewoon spitten, huppen, recht toe, recht aan. En dacht dat het prima beviel. En op een gegeven moment heb je, wat je net ook vertelde, even een korte permacultuurcursus in België gedaan. En toen dacht je zo, oh, het kan dus anders, later wat gaan uitproberen. Je bent gestopt met spitten, je bent meer mullen gaan toevoegen. En je hebt gewoon gezien in de loop der jaren dat dus die grond veel losser wordt. Dat het gezonder wordt, dat je minder water hoeft te geven. Wat heb je nog meer gemerkt? Heb ik iets vergeten? Nou ja, dat ook de potjes voor met aanschuiven. Ja, dat is natuurlijk helemaal handig op een moestuincomplex. De planten sloegen veel beter aan. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke handig. Dus zo zie je van, we zijn als enige begonnen, zeker door wat traditionele tuiners voor gek verklaard, maar je ziet gewoon dat het dan toch ook als een olievlek gewoon steeds verder aan het uitdijen is. Dus het doet echt wel wat. En we doen het niet met het idee van anderen moeten het ook doen, maar we doen gewoon ons ding en blijkbaar inspireert dat. Dus het gaat niet om leren of goed of fout of beter of slechter, wij leren ook nog elk jaar. Dus, en uiteindelijk zaait dat ook weer uit en komt dat uiteindelijk ook echt wel een keer bij die mensen die daar in Den Haag zitten, denk ik. En die diversiteit, voor de lezing had ik ook nog even contact. Je denkt van, ah ja, maar ik heb maar een heel klein tuintje of ik heb alleen maar een balkon. Maar er zat hier een mevrouw, die had twee balkons. Eén op het zuiden en één op een andere kant. En die zetten daar allemaal planten neer die, daar zit ze. Die zetten daar allemaal planten neer die ze in de winkel niet kon kopen. Nou, moet je kijken wat een diversiteit je dan krijgt. Ja. Ik denk dat we de stap gaan maken naar de dieren. Want we hebben het nu heel veel over de bodem en de planten gehad. En hoe die mooi met elkaar samenwerken. Maar we gaan de stap maken naar de dieren. De vraag was van, ja, maar ja, dit kun je toch ook de koeien op stal, hè? Wat op heel veel boerderijen gebeurt. En dan, ja, de trekker die maait toch ook, dus ze kunnen dat toch op dezelfde manier doen en dan het gras laten herstellen. Er is een heel groot verschil. De natuur heeft het niet voor niks zo bedacht, denk ik dan. Want die koeien, die komen ook en die trappen gedeeltes van het gras, zeg maar, ook de grond in. Dus de koeien grazen ook niet zo diep als dat de grasmaaier doet. Dus dan blijft nog een beetje gras staan wat nog kan fotosynthetiseren, zeg maar. Dus anders duurt het. Dus ik merk altijd als ik de koeien verzet heb, zeg maar, of het gras is gemaaid, want we maaien het ook wel, dan duurt het veel langer eer dat gras terug is, zeg maar, als dat de koeien het afgegraasd hebben. Nog een hele leuke is, als de koeien gegraasd hebben, dan ruik je eigenlijk niks. Als de maaier maait, ik vind dat altijd lekker hoor, moet ik zeggen, dan ruikt het altijd zo lekker naar gras. Dat is stress van het gras. Eigenlijk is dat de stress, en dat is een heel mooi mechanisme. Dat feromonen, heette dat? Ja, dat zijn hormonen, feromonen. En dat zijn signaalstoffen dat, zeg maar, dan de insecten vraat, zeg maar. Dat zijn de stressstoffen die de planten uitscheiden om andere grassen te waarschuwen. Of plaaginsecten te waarschuwen. Nou, een ander groot verschil is natuurlijk de mest en de urine. Die komt op verschillende plekken in het weiland terecht. Doordat die koeien ook nog vertrappen, dus niet alleen het gras erin trappen, komt er soms ook een kuiltje waar daar weer een kruid kan komen in plaats van weer gras. Dus op die manier is het met koeien anders dan dat je met een trekker zou maaien. Ja? De mest uit de stal, die negeer je gewoon
Nee, wij injecteren geen mest, zeg maar. Wij hebben twee soorten mest op de boerderij. De ene mest is de drijfmest, dus de poep en de plas van de koeien die vallen in een put. Het is heel belangrijk wat je de koe voert, wat voor kwaliteit die mest is, zeg maar. Dus wij zijn dat ook met allerlei monsters aan het bekijken, hoe je de beste mest daarin krijgt. Super belangrijk, want het is voeding voor de bodem, voor het bodemleven. Dus onze mest, vind ik, ruikt altijd kruidiger als die van de buren. De andere mest die wij maken, dat noemen wij uiteindelijk ons zwarte goud. Dus vanuit de natuurgebieden krijgen wij maaisel. Dat doen wij in de potstal. We hebben een stal waar we steeds een nieuw laagje strooisel op doen. Daar poepen en plassen de koeien in. Stappen ze lekker doorheen, gaan ze lekker in luieren, zeg maar. Die mest die halen we uit de stal. Die leggen we op een hoop. Dat gaat fermenteren. En dat wordt ons zwarte goud. Als je bij ons op de boerderij zou komen en je krijgt een rondleiding, dan reken maar dat jij een beetje zwart goud van mij op je hand krijgt. En dan moet je ook ruiken. En er zijn mensen die het zelfs proeven. Nou, het ruikt niet naar mest. Als die lekker gefermenteerd zit, ruikt het naar bosgrond, zeg maar. Dus, nou, dan nog één voorbeeldje vanuit die vraag. En vanuit ook Natura 2000 werd hier genoemd. Wat je ziet is dat in een aantal natuurgebieden momenteel er best wel, ja, tenminste wij beheerden vrij veel land van natuurmonumenten. We hebben natuurlijk een aantal droge jaren gehad. Nou, dan wordt het bij ons in het weiland ook droog. Maar wat ons verbaasde, en dat die natuurgronden veel eerder droog werden. Die werden echt zo droog dat de planten en de vilt, zeg maar, eigenlijk loskwamen van de bodem. Eigenlijk is dat natuurlijk wel weer logisch, want als je gaat verschralen, dan zorg je dat er minder bodemleven is, minder organische stof, en dus minder vocht vasthoudend vermogen enzovoort. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde als wat we bij Ellen Severing zagen. Dus of verschralen altijd het beste is denk ik de vraag. We moeten daar denk ik als mensen best wel heel goed over nadenken of wij in alle natuurgebieden willen verschralen. Nou, even een opmerking. De polderkringloop. We gaan langzaam naar de mensen toe. Hier zie je dat al het leven, dus we hebben een beetje opgebouwd. We zijn met het bodemleven begonnen, met de grond begonnen, met de planten, de dieren, de mensen. En hier zie je zeg maar dat heel dat systeem, alles draagt tot iets anders bij. Alles heeft zijn functie. Elk organisme, elk dier, de mens, elke plant, elk microleven, alles heeft zijn functie en alles grijpt op elkaar in. En moet je kijken wat een mooie aarde je dan krijgt. En daarom denk ik ook wat Yvonne zegt, je kunt niks fout doen. Ga maar met de natuur mee en de natuur gaat met jou mee. Ja, dat is mooi. En, ik denk dat hier het filmpje van Taco Blonde eigenlijk ook wel heel mooi op aansluit. Dit is inderdaad Taco is degene die dus in Nederland, België permacultuur op de kaart heeft gezet, veel opleidingen heeft gegeven. Zelf ook het eerste Zameland, noemde hij dat, heeft opgericht. Dus dat is, die heeft gewoon een paar hectare ingericht met allerlei mengculturen via permacultuur, maar dan ook echt met pakketten, zoals je Odin voedselpakketten hebt. En die zegt van ja, dat moet ook met permacultuur kunnen. En de boeren in zijn omgeving lachten hem allemaal uit van die deden allemaal aardbeien en nou, dat gaat je nooit lukken. En ja, 15 jaar later zie je gewoon van ja, dat is hartstikke goed gelukt en je ziet alleen maar dat soort initiatieven verder uitbreiden en uitdijen. En hij was de eerste die dat gewoon zelf begonnen is. Hij vertelt hier hoe hij naar permacultuur kijkt. Dus het gaat echt niet alleen maar over het ontwerpen van een moestuintje. Misschien handig om te weten, dit is even een compilatie van een interview. We hebben de links van de interviews hebben we ook bij ons op de site gezet. Bij de pagina kruik.nl dus. En dan de pagina lifestyle. We hebben twee pagina's gemaakt. De ene heeft Carola allemaal adressen waar je bijvoorbeeld bij boeren
gewoon rechtstreeks bij de boer voeding kan kopen. En wordt zelfs ook richting IJsselstein gebracht. Daar heb ik al heel veel werk aan. Ben ik heel blij mee dat jij dat hebt gedaan. En er is nog een andere pagina waar dus allerlei, ook de filmpjes die je vandaag gezien hebt, die staan daar grotendeels ook op en andere informatie. Die zijn we steeds verder aan het vullen, dus ik denk dat over een paar dagen komt hij steeds een beetje verder. Ook de presentatie zal er opkomen, klopt dat, Carole? Ja, onze digi-queen, Carole. waardoor die ook terug te zien is voor de liefhebber. Ik hoorde al iemand die het voor scholen kan gebruiken, misschien. Dus dan, ja. Dus dat kan, dat mag. Nou, hier Taco. Zoals de toentertijd mijn uitgelegde permacultuur, en dat is zoals mijn uitgelegd en heel veel mensen denken wat het is, dat is mensen voor luie mensen. Permacultuur, je zet het neer, je zet een systeem neer, het kijkt niet uit, zeker in die tijd hoe je het neerzet. En ja, dan ga je daar liggen, zoals in de film van Bill Mollison laat zien, die gaat in het stro liggen en het groeit rond hem. Nou, daar kwam al heel snel achter, dat was het niet. Maar permacultuur wil eigenlijk niet anders zeggen dat we dat een ethiek heeft wat ervan uitgaat dat je de eerstkomende 7 generaties de grond net zo goed blijft of beter. En de kennis loopt dan door, dus de grond wordt alleen maar beter. Dus het gaat heel sterk om de ethiek en helemaal niet om heel veel andere dingen die eromheen zitten, wat mensen zeggen dat permacultuur is. Permacultuur heeft ermee te maken dat je zorgt voor de aarde, dus waar we met z'n allen op leven, dat die eigenlijk over 7 generaties nog net zo goed of beter uitziet. Dat je zorgt voor de mensen die er op dat moment zijn. En dan gaat het er niet om of er te veel zijn of niet, ze zijn er. En daar even te zorgen. Dus als we de 20 miljard krijgen, moeten we voor 20 miljard zorgen. Zo simpel is het. En dat we delen met alle levensvormen die op deze aarde zijn. En dat is permacultuur. En daarmee doen. Dus daar ga je gebouwen op ontwerpen. Je watersystemen, je voedselsystemen, de gemeenschappen, alles. En dat is veel uitgebreider dan de mensen denken. Maar het makkelijkste leer je permacultuur in de tuin. En daarvoor doen we dat. Ze leren in het begin, zeker in het begin, hebben we het heel veel over die ethiek. Dat dat eigenlijk veel belangrijker is als al die 10 principes of de 12 principes waar ze heel veel aandacht aan steken. En hebben we echt een paar hoofdthema's die echt super belangrijk zijn. En die ook belangrijk zijn voor deze tijd. En dat is dat eigenlijk de aarde waar we op leven, willen wij gezond leven. Dan zal de aarde gezond moeten wezen. Anders kunnen we nooit geen gezond voedsel krijgen. Als je geen gezond voedsel hebt, dan is je geest ook altijd ziek. Is hoe maken we het permanent? Hoe kun je eigenlijk bijna door het paradijs lopen dat je alleen maar gaat te plukken. En zoals je dat dan ziet in die plaats. En overal kun je iets plukken en dat kun je eten. En we kunnen niet alles eten wat we niet. Maar dat we zo'n systeem gaan neerzetten, want dat is duurzaam. En dan mogen de bomen doodgaan. Maar dan mogen mensen doodgaan en dieren doodgaan. Dus dat is vrij normaal. Maar dus dat we een systeem gaan opzetten wat in verval is en wat in groei is. Dus dat je echt de hele kringloop weer terugzet in je, eigenlijk het liefst in bedrijven. En hoe kunnen we heel veel voedsel kweken? Hoe kunnen we de gewone landbouw omvormen? Ik vind tuintjes zijn leuk. Ik geef ook les om mensen tuintjes te ontwerpen. Dat is net zo belangrijk. Maar de meeste winst kunnen halen als we landbouwbedrijven kunnen omvormen naar permacultuurbedrijven. En hoe kunnen we dat gaan doen op een manier dat die voedselveiligheid niet in gevaar komt? Ik had eens het idee van, als je een ander landbouwsysteem, we moeten pioniersplanten blijven kweken voorlopig en we moeten een bosrand creëren, want als je kijkt, als je natuurstudie doet dan ga je en je kijkt naar wilde plantjes, dan zie je op platte stukken zie je een paar 30, 40 soorten. Ga je bos in, vind je 5, 6 soorten en ga je die bosrand in, dus de overgang van bos naar vlak land, en je vindt 120, 130 soorten. Dus daar heb je de meeste, kun je het meeste kweken. Dus ik zei, je moet land zo indelen dat je zoveel mogelijk bosranden op je land maakt. Geen bos, geen vlak land, maar bosranden. Dus dan ga je gewoon een ontwerp maken dat je bosranden gaat maken. En dan heb je heel veel diversiteit aan gewassen kun je maken. En dat heb ik daar geprobeerd. En dat is redelijk gelukt op heel veel plekken. Er zijn nog heel veel dingen, die gooi je er nou uit, die proef is mislukt. Nou ja, dat is jammer. Die bomen gooi je eruit, die verteren. En dat is voedsel eigenlijk voor je nieuwe gewas die komt. Dat is jammer voor je portemonnee, maar dat is niet zo belangrijk. Het is geen vervuiling. Dus dat blijft ook in die permacultuur. En dat is heel leuk van permacultuur, voedselbossen maken, wat dan ook. Gaat het fout, het verteert, het is voedsel voor de volgende generatie. En eigenlijk heb je de grond beter gemaakt. Hij draait het eigenlijk om. Hij zegt, hoeveel mensen hebben we? Nou, dan gaan we daar ons systeem van tuinen op aanpassen. Dus dat is de uitdaging die hij aangaat. Dat vind ik een hele mooie. En hij zegt, permacultuur gaat niet alleen over voedsel verbouwen.
Nee, maar het gaat ook over wonen. Dus hoe gaan we onze huizen maken? Hoe ga je daar zonlicht in opvangen? Met wat voor materialen ga je werken? Kunnen die materialen weer terug naar de bodem, zeg maar? Kunnen die hergebruikt worden? Kunnen we gewoon vanuit riet of wisdodden gaan bouwen, bijvoorbeeld? Ja, de drie belangrijkste waardes die je aanhoudt is zorg voor de aarde, zorg voor de mens en het delen in overvloed. Dus dat inderdaad de bodem, het hele systeem, minimaal 7 generaties gezond mee kan gaan. Ja, en als we dat doen, dan wordt hij vanzelf geüpgraded en wordt hij alleen maar nog rijker en beter. En ja, dan maken we gewoon een prachtige toekomstbestendige wereld. Voor onszelf, maar ook dus voor alle generaties na ons. Dat is eigenlijk wat hij uitdraagt. En dan, dus als je die drie houvasten meeneemt van wat ik doe, zorg ik hier goed voor de mens. Dan zorg ik ook goed voor de aarde. En kunnen we hier een delen in overvloed? Ja, dat is eigenlijk de basis van permacultuur. En wat ik zo boeiend vind en waarom het me steeds meer blijft inspireren, is dat die overvloed er gewoon is in de natuur. Kijk eigenlijk maar naar je moestuin. Er komt altijd meer uit als dat je zelf op kan eten. En als je het dan ook nog in lagen doet, zoals die dat net hierna gaat vertellen. Dus je hebt een laag op de bodem en je hebt een laag die wat hoger is, meerjarig, wat Yvonne ook zegt. Dan heb je een struik en dan heb je een hoge laag. En al die lagen die vangen zonlicht op, ofwel energie. En die energie die gaat de bodem in. Zoals de tijd mij uitgelegd. Ja, misschien kan ik verder op de plaatjes zien. Ja. Dus, en die energie die wordt vastgelegd in de bodem en wordt daar dus ook weer gebruikt. Dus, je geeft eigenlijk, en dat is wat je nu heel veel ziet, de voedselbossen bijvoorbeeld. Ja, wat taken daarin, we doen het filmpje sowieso op onze site, dus dan kan je hem gewoon met goed geluid thuis op je gemak bekijken. Maar wat hij inderdaad ook heel duidelijk laat zien van het boeiende, de voedselrand, de bosranden, daar gebeurt het. Want bij het gras heb je een aantal soorten, ik weet even de getallen niet uit mijn hoofd, daar was het filmpje voor. En in het bos heb je heel veel soorten, maar in die bosranden, daar heb je heel veel meer soorten. En daar gebeurt het, zeg maar, qua diversiteit, maar dus ook qua mogelijkheden van voeding. Dus als je een ontwerp maakt voor voedselbossen, dan gaat het niet om dat je een bos neer moet zetten. Maar het gaat erom dat je het ontwerp zodanig maakt dat je zoveel mogelijk bosrand situaties neerzet. En dan kunnen we enorm veel voeding creëren voor, zeg het eens een keer. Heb jij bij jouw boerderij ook stroken met bomen? Wij hebben afgelopen najaar zijn er bij ons, ja, wij hebben bomen. Wij hebben ook geriefhoutbosjes, die staan er van oorsprong. En afgelopen najaar is er in samenwerking met burgers uit Amsterdam en omgeving, is er een koeienapotheek geplant. Dus met struiken, bomen, allerlei soorten struiken en bomen. En de koeien die kunnen daar zelf uitpikken wat ze nodig hebben, dus als medicinale struiken. Want koeien eten dus ook heel graag bomen. Maar wat Yvonne zegt, dus creëer overal bosranden, hè, dus randen waar die diversiteit is. Daar werken wij op de boerderij ook mee, in de zin van slootkanten. Dus wij zorgen dat die slootkanten een hele grote gradiënt hebben, dus van nat tot aan een beetje nat, helemaal zo tot aan droog toe, zeg maar. En dan zie je ook daar heel veel soorten terugkomen. Die bosrandideeën, die kun je eigenlijk op allerlei manieren toepassen. Dat is inderdaad, we kunnen natuurlijk in één avond niet een heel jaar opleiding voegen, maar het water is ook weer een extra laag die je dan kan toevoegen aan je tuin, dat hebben we ook gedaan. En dan heb je ook weer extra verrijking, maar dat, misschien ooit een keer een vervolg. Ja. Hier zie je dus dat de mens, dit is duizenden jaar geleden in de Inca-tijd. Deze kreeg ik opgestuurd vanuit LinkedIn van iemand. Het mooie is, van dit is dus duizenden jaar geleden, waren hier beschavingen waar ook al veel mensen bij elkaar woonden. Dus het is echt niet zo dat vroeger iedereen alleen maar jaagde en besjes en noten plukte.
Er waren vroeger ook gewoon beschavingen en moest dus ook de landbouw werd dus op deze manier uitgevoerd en ook dus op een manier dat de bodem gezond was. Dus het is vroeger al gedaan, dus we hoeven het alleen maar weer even te herinneren hoe we het ook kunnen doen. Ja, dit komt ook op de website, kan je later goed verder kijken. Mark Siekman, dat is een man die ontzettend veel over de bodem heeft ontwikkeld en heeft onderzocht en daar ook online cursussen voor geeft. Kan je gratis voor opgeven. En verschillende boeken heeft vertaald. Deze gaat over schimmels en daar het bodemvoedselweb. Hij is ook helemaal geboeid door de bodem. En geeft ook, dus op internet staat dat ook, staat er ook een online cursus, humisme. Maar geeft daar ook online cursussen over schimmels. Je wordt daar helemaal blij van. Achterin ligt er nog één foldertje, want ik heb ze allemaal uitgedeeld aan klanten. Met alles wat hij aanbiedt. Vroeger gaf hij ook vrij veel lezingen. Ik hoorde voor de lezing zeg maar, dat iemand ook een lezing van hem gehoord had. Daar is hij nu wat mee gestopt. Maar goed, er staat gelukkig heel veel online. En dat komt omdat hij een boek aan het schrijven is. Ja. Dus, maar er zijn echt leuke, als je zijn naam googelt en ook op ons op de site, bij die lifestyle pagina, kan je dan kijken. En Ditte, ja, als we het nou toch over de mens hebben, zit het in de mens of in de bodem? En als je dan kijkt, ja, die wil jij doen? Het is heel bijzonder en misschien eventjes vanuit mijn perspectief. Ik ben boerin, ik was eerst akkerbouwer trouwens. Daarna ben ik getrouwd met een veehouder, in Kamerik gaan wonen. Nou, die had melk. Die melk moest verwerkt worden. Nou, moest niet, maar dat leek mij heel erg leuk om van melk iets te maken. Nou, dat is nog steeds heel wonderlijk, want van melk kun je hangop maken en kaas en boter en karnemel en roomkaas en yoghurt en kefir. En nou, zo kan ik nog even doorgaan. Fermentatieprocessen. En die producten die ben ik gaan maken. Toen kregen we een winkeltje. En in dat winkeltje ging het heel vaak over de darmen. Dus wij hadden het heel vaak over de darmen. Vooral ook omdat wij in de winkel alles rauwmelks maken. En dat trok een bepaalde groep klanten aan die al langer op zoek zijn met hun gezondheid naar een oplossing. Dus, maar al die mensen die hadden wel een boek gelezen of die hadden ergens iets gelezen. Dus ik ging me steeds meer verdiepen in nou ja, wat gebeurt er allemaal in onze buik. En Yvonne wist er ook heel veel van, dus we gingen daar ook wel eens over discussiëren. Wat gebeurt er in onze darmen? Nou, je hebt in je darm heb je darmvlokken. Dat weet je misschien helemaal niet. Je denkt, ik heb een tuinslang. Maar in die tuinslang zitten darmvlokken. En aan die darmvlokken zitten haartjes. En aan die haartjes zitten bacteriën. En die bacteriën maken ook weer haartjes. En daar heb je er heel veel van. Dus het is net een bos daar midden in je darmen. Met heel veel planten. En dat werkt weer samen met bacteriën en met schimmels. En toen ging ik de bodemcursus doen, want dat had ik op school nooit geleerd. En toen hoorde ik over bodemleven en hoe het bodemleven samenwerkte met de wortels. Dus hieronder zie je een wortel. Een wortel heeft wortels, dus de darmvlokken. Op de wortels zitten wortelhaartjes, sorry. Haarwortels is een andere. Wortelhaartjes, ook allemaal hetzelfde, hè? Nee, wortelhaartjes, om die wortelhaartjes daar zitten die bacteriën en die schimmels. En we hebben gezien dat die schimmels zelfs in die wortels kruipen en daarmee samenwerken. Dus ik denk, nou, het is gewoon precies hetzelfde. En als we het over de mineralen hadden, dan kwam ik erachter, nou, dat is ook precies hetzelfde. Eigenlijk natuurlijk niet zo gek, dacht ik later. Maar daarom hebben wij een aantal jaar geleden een lezing gehouden over bodem, bord, buik. Dat dus allemaal verbinding heeft met elkaar. Nou, en om die verbinding te behouden, hebben wij op de boerderij gekozen om het dan dus ook rauwmelks te doen. Want een gezonde bodem geeft gezonde planten, geeft gezonde dieren, geeft gezonde melk en vlees. En als wij dan zouden gaan pasteuriseren, dan is het heel jammer, want dan verbreek je die verbinding van die gezonde bodem en het microleven. Dus, maar goed, nu hebben we nog een hele leuke quiz voor jullie. Kunnen we eens kijken of iedereen nog een beetje wakker is?
Want jij geeft het verschil aan. Je zegt van mens en bodem, eigenlijk is hetzelfde. Je zag net die overeenkomst tussen de darmen en de wortels. Nou, zeg het maar, linksboven. Dat prachtige blauwe. Is dat bodem of mens? Wie denkt dat het de bodem is? En wie denkt dat het de mens is? Oké, okay, nou, het is, dat is de bodem. Het zijn schimmels, zeg ik het goed, die in de haarzakjes, wortels, vaatjes van de wortels allemaal ingebed zit. Ja. Dus een wortelpuntje met haarwortels en schimmeldraden. Ja. En nog zelfs een wortelknolbacterie, zie je? Ja. Een wortelknolbacterie, beter dat niet zien. Dat we dat nou, over knolletjes. Knolletjes. Deze, wat is dit? Is dit de mens of de bodem? Zit het in onze darm of zit het onder de grond? Wie denkt dat het de bodem is? Oké, wie denkt dat het de mens is? Oké, ja, het is inderdaad de mens. Het zit in onze darmen. Ja, ja. De volgende, linksonder. Ik hoop dat het een beetje te zien is. Kom gerust naar voren als je beter wilt kijken. Het is echt een prachtige foto. Is dat de bodem of zijn dat onze darmen? Wie denkt dat het de bodem is? Wie denkt dat het de darmen zijn? Ja, het is de bodem. Ja. Ja. Nou, de laatste, deze, met al die rode, eigenlijk hier zie je ook, hè, die rode staafjes, daar zie je ze ook. Dus wat is dit? Wie denkt bodem? Bodem. En wie denkt mens? Oké, ja, jullie helemaal door, hè. Dit is inderdaad, dit zijn de darmvlokjes inderdaad, met, ja. Ja, zo dichtbij is het, geweldig, hè. Nou, we zijn goed op tijd. Ja. Zijn er nog vragen hier? Want we hebben nog een, nog een vraag. Wat is dat paars op die foto linksonder? Dat zijn ook een van de micro-organismen. Dus ik denk dat het een bacterie is. Okay. Het ziet eruit zoals men zo af en toe een bankcel afbeeldt. In de best of zo. Ja. Ja. Nou, het is volgens mij een bacterie. Ja. Maar heel grappig, en anders ga maar eens naar Micropia in Amsterdam, naast Artis. Er zijn zoveel vormen bacteriën en schimmels en micro-organismen. Zeer boeiend. En we hebben wel eens een filmpje gemaakt. En dan zag je hoe die bacteriën samen gingen werken. En die vormden een groep. En dan als groep konden ze zich afweren tegen de rest van de boze buitenwereld. En toen hebben we die bacteriën zelfs namen gegeven van onze vrienden. Dat was het fotoverslag van het filmpje. En die hebben we doorgestuurd naar onze vrienden. Dat was het verslag van ons bezoek aan Micropia. Nou, dan gaan we naar de volgende. Ja, volgens mij zijn we aardig aan het einde. Ja. Dus en als er nog vragen zijn. Ja, precies. Als er nog vragen zijn. Richard. Toen die migratie koeien op het eiland. Ja. Dat doen ze zelf hoor. Nee, maar zorg dat ze ook een keer een ander stukje kunnen grazen. Ja. En dat betekent dat je besmetten grondboeren. Ja. Veel meer grond dan een gebruikelijke boer, denk ik. Dat je minder voer moet te kopen voor krachtvoer voor de ja, we hebben wel een extensief systeem. Dus ja, als je bijvoert, zeg maar, dan heb je minder grond nodig. Maar dat doen wij niet. Wij proberen zoveel mogelijk te voeren wat van ons land komt. Oftewel, je moet het aantal dieren moet passen bij de grond die je hebt. Dus ja, ik denk dat dat heel belangrijk uitgangspunt is voor de nieuwe landbouw waar we naartoe gaan. Dat het past bij de grond. En de grond en de vervoer wat ingekocht zou worden, het krachtvoer waar je het over hebt, dat komt ook van de grond af. Dus die grond moet je ook mee tellen. En dan wordt het al een heel ander verhaal. Zeker omdat veel krachtvoer uit Zuid-Amerika ver weg komt. Dus dan wordt het verhaal al veel minder logisch, denk ik, dan in eerste instantie lijkt. Als je een totaalplaatje meeneemt. Nee, dat bedoel ik ook van. Er zijn veel boeren die op die corsieren. Die hebben aantal vee, niet ten opzichte van hoeveelheid land dat ze begrepen zijn,
Ja. Nou, wij mogen natuurlijk nu ook veel in discussies plaatsvinden. En ja, wij zeggen van nou, we zouden als natuur en landbouw misschien ook weer wat meer samen moeten gaan werken. Zodat er weer een link is met de grond. Maar ook wij als consument. Ja. 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 Nog een vraag, eentje. En anders hebben we een hele leuke opdracht voor jullie. Als afsluiter. Ja? Zijn jullie ook biologisch? Wij zijn biologisch. Dus wij zijn gecertificeerd biologisch. Ik moet zeggen dat ik er over, steeds meer over denk om daarvan af te stappen. Maar goed, als je daarover wil weten, dan... We zijn sowieso na afloop nog beschikbaar voor vragen, toch? Ja. Ja. Ja, en de boeken zijn dus in te kijken en de website is de informatie gezet. Ja. En ja, nog een leuke hozo, toch? Hozo, hozo. Kunnen jullie dat zeggen? Hozo. 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 Nou, eventjes. Hozo. Dit is zo'n prachtig woord. Dit hebben wij geleerd uit het filmpje wat ook op de site komt te staan. Dat is een mevrouw die komt uit Zuid-Amerika ergens. Indianenvrouw. Een Indianenvrouw. Ja. En die zegt, wij hebben daar een woord voor. En dat hebben jullie zo net gezegd. Hozo. En dat betekent dat wij als mensen zijn deel van de schoonheid op aarde. En wij hopen eigenlijk met z'n tweeën dat jullie dat vandaag als mooiste les meenemen. Dat wij als mens onderdeel zijn van deze aarde. En dat wij die verbinding op allerlei manieren weer wat meer, weer opnieuw mogen gaan vervlechten. En dan iedereen op zijn manier die ook voor jou past en waar je blij van wordt. Precies. Dat is natuurlijk belangrijk. Ja. 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 En dan, dan wil ik heel graag, ik zie achterin Frank en Jasper, enorm bedanken voor al jullie hulp met de voorbereidingen en de mogelijkheid dat we hier kunnen zitten met elkaar. En dat jullie er ook bij geweest zijn, dat vind ik ook heel erg leuk. In ieder geval dank ook aan Monique, dat jij helemaal in de sneeuw van ver weg bent gekomen om hier voor ons lezing vorm te geven. En natuurlijk heel veel dank aan Yvonne. Die het geduld had om tussen mijn werkzaamheden door steeds de ruimte te zoeken en te vinden. En het geduld te hebben om op mij te wachten tot ik mijn stukje weer af had. Dankjewel Yvonne. Je had het andere kindje nog wel over. Ja, en alle knijers voor al het werk achter de schermen. Digi-Pie, Carola en Becky voor de administratie. Super dank. En aan Aram voor de stille kracht. Jullie dat jullie gekomen zijn. Want, zeker, voor jullie interesse. Ja, zonder een leuk publiek is er geen lezing. Dus.